De maand mei staat in Hattem in het teken van de kunstmaand. Het door Inge Inthout georganiseerde evenement wordt ondersteund door Visit Hattem. Marije van Loenen is coördinator evenementen van Visit Hattem. Dat heette voorheen Ronduit Hattem. Ja, we zijn de afgelopen weken gestart met de rebranding van Hattem. Daarbij hebben we goed gekeken naar wat is nou een goede treffende naam, zowel voor recreatie, toerisme, evenementenbezoekers en dagje wegbezoekers. En wat is ook voor buitenlandse toeristen begrijpelijk. En daarbij vonden we Visit Hattem een hele mooie, treffende, kort en krachtige naam. En we zijn gestart met deze rebranding en komend jaar gaan we dat verder implementeren. We hebben al een hele mooie nieuwe site. Nou, eindelijk mogen we weer een evenement organiseren. Na maanden wachten, kijken wat de maatregelen zijn, wat de mogelijkheden zijn, hebben we een heel mooi alternatief gevonden voor de kunstmarkt die altijd eind mei wordt georganiseerd in Hattem. Dat doen we middels raamexposities bij winkeliers in de etalages. We hebben een aantal open ateliers van kunstenaars die een kijkje achter de schermen geven. Een vernieuwde beeldentuin en een hele mooie inpandige beeldentuin in de Kerkstraat. Hier achter mij ziet u een mooie plattegrond. We hebben maar liefst 100 kunstwerken die te bewonderen zijn. En dat varieert van schilderkunst tot beeldenkunst, tot textiel, glaskunst. Allerlei diverse disciplines die vertegenwoordigd zijn, maken samen een hele mooie route, een mooie stadswandeling. Bedenker en organisator Inge Inthout deelt de Voerman-koepel nabij de haven met kunstenares Roelie Roemscheid. Inge is lid van het kunstschilde en noemt zich vooral beeldend kunstenaar. Wat weet zij over de geschiedenis van de Voerman-koepel? Welkom in het atelier in de Voerman-koepel. Kom binnen. We zijn hier in de Voerman-koepel. Zo heet het in de volksmond. Het is ooit van start gegaan als een theekoepel, rond 1850 gebouwd. Een theekoepel voor de echtgenotes van de heren van de sociëteit. Stond toen nog helemaal alleen in het landschap. In midden jaren 70, vorige eeuw, heeft er een grote renovatie plaatsgevonden, want het was redelijk vervallen. En vanaf dat moment heeft heel even een VVV hierin gezeten. En een aantal jaar later, dus vanaf de jaren 80, eigenlijk altijd kunstenaars en andere creatievelingen. En sinds zomer vorig jaar zitten Roelie Roemscheid, mijn collega, en ik hier in het atelier in de Voerman-koepel. Nou, ik ben op dit moment bezig met een reliefplattegrond van Hattem. Het wordt weer een nieuwe serie. Ik heb al eerder een soortgelijk werk gemaakt, maar dit wordt net even weer anders. Ik ben geïntrigeerd door plattegronden, eigenlijk bovenaanzichten in het algemeen. En een plattegrond is een ultiem bovenaanzicht, dus daar ben ik vaak mee bezig. In 2001 ben ik in Hattem komen wonen. Verhuisd vanuit Amsterdam deze kant op. En een aantal jaren later had ik zoiets van, ik wilde weer mijn kunst goed oppakken. En het verbaasde mij dat er hier in Hattem geen kunstmarkt was. En contact opnemend met het evenementenbureau Visit Hattem bleek dus dat er inderdaad niet was. En ik kreeg meteen de vraag van, maar zou je hem willen organiseren? En dat heb ik met beide handen aangepakt. En in 2007 was de eerste kunstmarkt een feit. Kunstenaars hebben de laatste periode niet echt de mogelijkheid gehad om hun werk te laten zien aan het publiek. Exposities werden gecanceld, kunstmarkten gingen niet door. En daarom is het ook zo heel belangrijk dat nu de kunstmaand er is, zodat het publiek weer kunst kan zien. En dan zeker op deze manier, al wandelend door het centrum van Hattem. En voor de kunstenaars is het natuurlijk zeer belangrijk dat ze hun werk weer aan de man kunnen brengen op deze manier. Het is niet alleen kijken, maar het mag zeker ook gekocht worden. Voor de kunstmaand heb ik speciaal een nieuwe serie gemaakt. Dat is de serie All Roads Lead To. En dat mag je dan zelf invullen. Er zijn heel veel mensen die zeggen meteen Rome, oftewel Rome. Nou, daar kan je natuurlijk naartoe. Maar meestal willen mensen weer terug naar huis. En ik denk dat we dat in deze tijd toch hebben meegemaakt dat toch thuis dan het meest prettig en veilig is. Het is een serie met werk waar ik plattegronden in verwerk van steden die ik in de loop der tijd bezocht heb. En daardoor krijg je een beetje een vakantiereisboek.
dat maakt het bijzonder. Het is een serie van 9 die voor het raam hangt in de koepel. We hebben de koepel heel strategisch in tweeën gedeeld. Ik sta nu in het deel van Roelie met haar kleurige werk. Roelie is de echte schilder, Roelie Roemscheid. Ons werk verschilt dusdanig dat we elkaar niet bijten, zoals we dat zo mooi noemen. Haar stijl is, ik hoef het bijna niet te zeggen, want het is bijzonder kleurig. Zij houdt heel erg van het neerzetten van landschappen, stillevens, maar ook portretten. En zij heeft altijd wel een bepaalde kleur blauw, die ik zelf Roelie Blauw ben gaan noemen. Het Voermankoepel is geen groot atelier, hoewel we hier met z'n tweeën werken. Niet tegelijkertijd, maar wat wel tegelijkertijd plaatsvindt is dat twee mensen hier workshops kunnen volgen. En die geef ik deze maand niet. Maar vanaf juni is er weer mogelijkheid om in te schrijven. Alle informatie is daarvoor te vinden op mijn website.